Dus hoe lang geef je dit kabinet eigenlijk? Mats Akkerman, onze politiek verslaggever, zei herfst 25 is al afgelopen. Ik vind dat echt moeilijk om te zien. Debat gisteren geeft niet heel veel positieve garanties voor de toekomst. Maar het punt wat ik net wilde maken, ik vind dat de SP thuis hoort in een coalitie. Daarvoor moeten wij een grote partij worden. En zal betekenen dat meer mensen op ons moeten gaan stemmen. Dus ja, daar gaan we mee aan de slag. Maar toch, in aanloop na deze coalitie hadden jullie de PVV al uitgesloten. Hè? Jullie zeiden, daarmee gaan we geen coalitie vormen. Nou, ik denk dat wat je bijvoorbeeld afgelopen weken ook zag, dat bewindslieden die omvolkingstheorieën prediken, daar moet je verre van blijven. Ik denk dat wij daarmee als partij echt een duidelijke grens hebben gesteld. Mm-hmm. En ik vind ook dat je dat hoort te doen. Ja. Die ervaring dan in Groningen, zowel in coalitie als in oppositie, is mooie ervaring, maar toch vergeleken met een Geert Wilders of een Pieter Omtzigt, de mensen waar je mee in debat moet gaan, ben je nog geen politiek zwaargewicht. Ik hoop niet dat je dat als belediging ziet, maar het is een andere orde van grootte. Ik ben niet snel beledigd, hoor. Okay, dus ga mooi. Rustig in gang. Zeg gewoon wat je moet zeggen. Veel meer ervaring in de Tweede Kamer. Dat zie je in zekere zin misschien gisteren dan ook wel, hoe zij door zo'n debat heen gaan. Hoe wapen je daartegen? Nou, wat ik vooral zie is iemand als Geert Wilders die daar al 20 jaar zit. Die heeft natuurlijk ongelooflijk veel meegemaakt. Bepaalt de toon, bepaalt de agenda. Ja, is de grootste. Dat is ook niet onbelangrijk in zo'n debat. Kan dus het debat beginnen. Maar wat ik ook merk, als je op zwakke plekken gaat zitten van bijvoorbeeld de PVV, forse bezuinigingen op de zorg, niet het eigen risico afschaffen, en dat moest morgen gebeuren in de verkiezingscampagne, dan gaat hij venijnig. En dan probeert hij de inhoud te omzeilen en dan gaat hij venijnig doen. En dan heeft hij het bijvoorbeeld tegen ons over zuur links. Maar god, hij gaat ze dan heel zuur rechts gedragen. Ja. Dat je echt denkt, ga nou op die vraag in. Bij jou neemt de kinderarmoede toe. Jij bezuinigt keihard op de zorg. De mensen die in de gehandicaptenzorg zitten, of de patiënten daarvan, ja, die worden door jou zometeen gewoon echt in de kou gezet. Ja. Zometeen nu al eigenlijk. Want er wordt al 310 miljoen euro dit jaar bezuinigd met steun van de PVV. Vorige week over besloten. Ja, dat zijn dingen die, het is onze taak als SP om dat te ontmaskeren. Maar ook om constant met voorstellen te komen die haalbaar zijn. En waarbij het deze coalitie moeilijk maakt. Ja. En daarmee nog een keertje succes kan halen ook. Dat gaat dan om inhoud. Hè? Die probeer je hier ook over voetlicht te brengen. Het gaat ook om de vorm. Je zag soms zelfs gebeuren bij je voorganger Lilian Marijn is dat ze bijna doodgeknuffeld werd door andere partijen als ze met een voorstel kwam. Alsof dat gevaarloos was, leek het wel. Nou, ik het zorgbuurthuis. Om gewoon even een van de belangrijkste voorstellen die Lilian ook vaak gedaan heeft. Het zorgbuurthuis in Os. Heel belangrijk initiatief. Tijdens de verkiezingscampagne, al die partijen, superbelangrijk dat zorgbuurthuis. Dat moet er komen in heel Nederland. Na de verkiezingen besluit iets anders. Mm-hmm. Dat betekent ook nu, er is nu een andere samenstelling, betekent ook dat de rol van de SP verandert en wij een veel steviger, hardere, aanvallendere oppositie moeten gaan voeren. En dat zal ik ook doen. Ik merk dat als je, ik had het net over bijvoorbeeld interrupties op de heer Wilders. Ik merk dat die aankomen, dat die raak zijn. Je moet hem aanvallen daar waar het zeer doet. De beloftes die hij gedaan heeft, die hij niet nakomt. En dan merk je dat hij venijnen gaat doen. En ik zie dat bij andere partijen. Dan denk je, ik heb beet. Ja, dan heb je echt duidelijk beet. Merk het bij de heer Omtzigt op een hele andere manier. Bij de heer Omtzigt als het bijvoorbeeld over toeslagenschandaal gaat. Ja, hij zit nu in het kabinet. Hij moet nu gaan leveren. Hij weet dat. Ik ga hem daarbij helpen. Ik ga hem niet dwars zetten. Ik wil dat het voor elkaar komt. Dat het geregeld wordt voor mensen. Dat het die bittere, diepe ellende waar ze ingestort zijn, ja, dat daar een oplossing voor komt. Dus aan de ene kant moeten wij keihard oppositie voeren daar waar het niet deugt. Als ze hun beloftes niet nakomen. Aan de andere kant moeten wij constant voorstellen blijven doen om het beter te maken voor mensen. Ja. En heeft het dan ook in zo'n debat, heeft het dan, ja, nou, heb je er hulp aan? Je hebt zelf gezegd in een interview, laat ik het zo zeggen. Je hebt zelf ergens gezegd, mijn emoties, misschien door mijn achtergrond, liggen wat dichter onder de oppervlakte dan bijvoorbeeld bij je voorganger. Je ziet gisteren in zo'n debat ook de emoties nogal snel hoog oplopen. Het gaat niet alleen om de vorm, het gaat ook om de inhoud, wil ik maar zeggen. Ik bedoel, Geert Wilders toetert meteen enorm hard dat het een schande is en vuile beledigingen, et cetera. Daar zul je mee moeten gaan. Het gaat ook over de vorm. Ja, het gaat ook over de vorm. Excuus, ik vond het niet verkeerd. Nee, ja, ik ken mezelf en ik heb het vaak van anderen gehoord dat ik een wat temperamentvolle manier van debatteren heb, die aanvallend is. Ik denk dat die vorm nu nodig is en belangrijk. Ik zei het net al, ik merk het aan de leden aan was van gisteren naar aanleiding van het debat, dat mensen het fijn en prettig vinden dat wij zo hard en duidelijk
tegen die ongelijkheid zeg maar aan het strijden zijn, ook in debatten. Ja, het is altijd wel kiezen. Ik vind wel dat het altijd met inhoud gepaard moet gaan. Ja, je moet en wij moeten soms als partij iets minder bescheiden zijn. Ik zei het net, als bijvoorbeeld over migratie gaat, dat hebben wij jarenlang geleden hebben dat al aangekaart. Als bijvoorbeeld gaat over bestaanszekerheid, ja, dan moeten wij iets meer de beuk erin gooien. En het allerbelangrijkste, wij zijn de enige partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, die de absolute combinatie kunnen maken tussen de acties en druk buiten het parlement. Met mensen. En de acties in het parlement. En de acties in het parlement. Ja. Nu toch even plagen. Ik heb zitten rekenen, maar ik reken alles blijkbaar rond ik naar boven af. 8 verkiezingsnederlagen op rij als partij. Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar november kreeg de partij 3,1% van de stemmen. Vorige maand Europese verkiezingen zou je kunnen zeggen, we zitten te wachten op het Jimmy Dijk effect, 2,2%. Ja. Nee, ik ken de percentages. Dat is het best allemaal. Ja. Nee, er is een boel te doen. Daar ben ik me ook van bewust. Ik wist ook waar ik aan begon in december. Kan alleen maar beter gaan, dacht je. Maar toen werd het nog minder dan 3,1. Ja, en wij zijn dus nu ook met een nieuw partijbestuur. Met een nieuwe fractievoorzitter, ikzelf dus. Zijn we bezig om, om de partij weer opnieuw op te bouwen. Dat is ook heel erg nodig. Want je somt volgens mij net heel terecht op. Dat betekent ook dat wij een andere stijl, een nieuwe houding moeten hebben. Maar ook met meer nieuwe plannen, nieuwe visie en ideeën. Komen. Ik zei dat net al, op migratie gaan we dat doen. Maar deze zomer dan komen. Maar ook migratie. Op de toekomst van de economie. Ik vind namelijk dat, ik zit hier, jij zei net in de hol van de leeuw, maar ik vind dat socialisten, die moeten zich met de economie bezighouden. Per definitie. Ik heb afgelopen tijd heb ik avonden gehad, bijvoorbeeld bij Tata Steel in de buurt, in Wijk aan Zee. Daar nodigden wij de werknemers van Tata Steel uit en de mensen in de omgeving. Maar niet de directie? Nee, daar waren we op bezoek geweest trouwens, okay. De maanden daarvoor. Maar die nodigden met elkaar uit, deden we in één zaal. En je merkte dat het wat schuurde hier en daar. Omdat constant het idee is dat ze tegengestelde belangen hebben. Ja, wij zijn bij uitstek de partij die kunnen aantonen dat met mensen, die kunnen aantonen dat werknemers een schone werkomgeving willen en omwonenden een schone omgeving willen. Dus schoon werk, schone omgeving. En ik merk dat als je op die manier mensen verenigt, ja, dan denk ik dat wij heel veel als partij voor elkaar kunnen krijgen. Want dit is namelijk wel een soort valse tegenstelling die steeds wordt gecreëerd in de samenleving. Terwijl ik ervan overtuigd ben, ga ik het toch in het Hof van Leeuwen zeggen, de werkende klasse is de enige die echte verandering in het land kan gaan brengen. En die ervoor kan zorgen dat wij zulke onderlinge spanningen op basis van achtergrond, huidskleur of cultuur, dat kan overwinnen. En ervoor kan zorgen dat sociale vooruitgang voor elkaar kan krijgen. Bijvoorbeeld een schoon en toekomstvatbaar Tata kan niet zonder echte zeggenschap van werknemers en omwonenden. Voel je je als SP'er mede verantwoordelijk voor deze verkiezingsuitslag, laat ik het zeggen, voor dit eerste kabinet Schoof? Misschien even doordenkend, hè? Als de SP een fatsoenlijke campagne. Ik kan meteen ja zeggen. Ja, want als jullie een betere campagne hadden gevoerd, was de SP groter geweest, was dit kabinet er misschien wel niet geweest. Ik zei je net dat wij onszelf ook moeten vernieuwen. Wij krijgen ongelooflijk veel sympathie van mensen. Ik hoor dat overal om ons heen, vriend en vijand. Maar met sympathie win je niet. En ik heb wel eens voor de grap gezegd, mensen kunnen zich daar wel iets bij inbeelden. Vroeger had je schoolfeesten, had je altijd een groep vrienden van 10 zo ongeveer. Ja. En je had altijd die ene lieve jongen die nooit met een meisje danste. Ja, dat moet je niet wezen. Nee. Dus ik merk nu ook wel een beetje hier en daar met mijn stijl van debatteren dat sommige mensen zeggen, god, het is wel heel hard, het is wel heel aanvallend. Ja, aan de andere kant zie ik mensen, ja, dit is wat nodig is. Ja, maar toch, dan denk ik, duidelijke kleur bekennen, duidelijker weten wat je wil. En de problemen van mensen zoals Jimmy Dijk, waar was hij gisteren in die samenvatting? Nou, ik heb gisteren een aantal. Ja, maar we hebben de kranten vanochtend gelezen allebei, daar kwam je niet ervoor. Ja. Het kan niet altijd feest zijn. De vorige dit keer was wel een heel belangrijk de debat. Vorige keer, het vorige debat met de informateur zaten er wel momenten in, bijvoorbeeld tegenover Wilders. En ik wil niet een scorebordjournalistiek doen, maar je snapt mijn punt. Hè? Dit zijn de momenten waarop je kunt profileren. Ja. Ik zal het volgende keer beter doen als jij dat gaat. Hou ik je aan, hè? Ja, daar hou ik je echt aan.